Dit is Kevin's app-update nummer 5. Vandaag gaan we 4 punten bespreken, waarvan er 3 specifiek gaan over de Android-versie van Eneco. Maar voordat we daarop ingaan, wil ik iedereen bedanken voor de reacties onder de vorige video. De vraag luidde hier, wat zou jij doen als baas van Eneco? Ik heb geprobeerd op jullie vragen zo uitgebreid mogelijk antwoord te geven. Lees deze vooral ook nog even terug onder de vorige video. Ik heb jullie reacties ook voorgelegd aan ons development team en de echte baas van de Eneco app. En daar zijn 2 belangrijke dingen uitgekomen. 1 is dat we ons vaak focussen op nieuwe dingen, maar dat het blijven verbeteren van bestaande functionaliteiten minstens net zo belangrijk is. En 2 is dat veel van jullie reacties gingen over de teruglevering. En een belangrijke ontwikkeling om dat beter te maken is de 1-meter-reeks. En als je daar meer over wilt weten, moet je even terugkijken naar onze 3e video, want die is gewijd aan de 1-meter-reeks. De eerste update is dat klanten met een slimme meter, die er bewust voor hebben gekozen om deze niet automatisch uit te laten lezen, nu ook handmatige meterstanden door kunnen geven in de Eneco app. De volgende 3 punten gelden specifiek voor de Android-versie van de Eneco app, waarvan het eerste punt wat we hebben opgelost is dat je app je niet meer continu vertelt dat je nieuwe termijnbedrag te laag is. Daarnaast hebben we ook een bug op het verbruiksscherm opgelost. Wanneer je bijvoorbeeld de maand september selecteerde, kreeg je de verbruikskosten van augustus te zien. We haalden dus soms de maanden of dagen door elkaar heen. Dit hebben we nu weer rechtgezet. Tot slot hebben we ook opgelost dat je minimale en maximale termijnbedrag niet meer op nul staan wanneer je te dicht bij de jaarnota zit. Dit was Kevin's app-update. Bedankt voor het kijken en laat hieronder weten wat je ervan vond.